Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Alexander Bignon. ik ben 42 jaar en ik kom uit Oudheverle, de groenste gemeente van Vlaanderen, waar ik tot voor kort burgemeester was. 24 jaar geleden ben ik ooit verkozen tot het jongste gemeenteraatzit van België. En sindsdien ben ik ononderbroken schepen geweest tot ik burgemeester werd. Ik ben fiscaal-financieel advocaat. En als er nog tijd over is, dan vindt u me wel eens op de mountainbike in het bos. En ik stap de achtste plaats van de Vlaams-Brabantse NVA-lijst voor het Vlaams parlement. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik kom op om mijn partij NVA met haar fantastische standpunten te versterken. En zo Vlaanderen staande te houden en onrechtstreeks, hoe contradictorisch ook, en zolang België bestaat ook België staande te houden. Dat is één element. En een tweede element die komen eigenlijk ook op voor de realisatie van het Nationaal Park Brabantse Wouden. Uh, je zult zich afvragen wat die is. Dat. Um, wel, toen ik burgemeester was, uh, heb ik twee jaar geleden de idee gelanceerd om een Nationaal Park Heve-le-Bos Deijlevallei op te richten. En daaruit is het uh, project Brabantse Wouden van het Agentschap Natuur en Bos voortgevloeid. Um, dat is een project om een tweede Nationaal Park in Vlaanderen op te richten na de hoge Kempen in Midden-Limburg, 10.000 hectare groot. En dat omvat Merel Woud, Hevelijbosch, Deilevallei, Zoonjouwoud en het Hallerbos en gaat van Bierbeek tot Halle. Um, dus dat is een heel mooi project en dat wordt dus ook ondertussen gesteund door de provincie Vlaams-Brabant, door de bevoegde minister, zelfs door Groen. En ook recent door mijn partijgenoot en Europees parlementslid Mark de Mesmaker. En met mijn uh, kennis als advocaat en ervaring als uh, burgemeester, zeker in het geval ik verkozen zou zijn in het Vlaams parlement, uh, is dat geen over, onoverbodige luxe, denk ik, om het project uh, van het Nationaal Park Brabantse Wouden te realiseren? Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote is de realisatie van het Nationaal Park Brabantse Wouden. En dat heeft natuurlijk ook een reden. Um, dat heeft een enorm belang, een enorm ecologisch belang voor Vlaanderen um, en voor Vlaams Brabant namelijk enerzijds de luchtkwaliteit verbeteren, gezonde lucht. Ten tweede de opwarming van de aarde een beetje tegengaan door de CO2 te capteren, de hitte te temperen en water te bufferen. En ten derde heel belangrijk ook is de biodiversiteit, dus de planten en dier versterken door al die bosgebieden. Te verbinden en de natuur uit te breiden, dat is het ecologisch belang. Het heeft ook een enorm groen, toeristisch, recreatief eh, belang eh, voor zowel de inwoner als de bezoeker die er kan gaan fietsen en wandelen en daardoor eh, gezonder kan worden en ook gelukkiger kan worden. En tenslotte heeft het ook enorm belang eh, om de landelijke gemeenten die in dat gebied liggen landelijk te houden, want in een eh, nationaal park, daar bouwt men geen stad eh, en dat zijn drie. Zeer belangrijke aspecten van dat project. En dat verklaart mijn quote. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, ik heb één voorbeeld genomen. En om het objectief en neutraal te houden, heb ik iemand genomen die niet meer leeft. En dat is Charles de Gaulle. Hij was eerst generaal en dan president van Frankrijk. En waarom heb ik die genomen? Omdat die man toch echt geboekstaafd staat voor zijn wijsheid, zijn onverzettelijk. En zijn integriteit. En dat zijn toch zeer belangrijke uh, aspecten of karaktereigenschappen van een persoon. Wat zijn uw politieke interesses? Um, ik heb veel politieke interesses, maar ik ga de belangrijkste nemen. Dat is enerzijds financiën. Dus ik ben uh, fiscaal advocaat en uh, ik ben ook 18 jaar ononder, ononderbroken uh, bevoegd geweest voor financiën in mijn gemeente Oud-Heverlee. Uh, eerst als schepen, dan als eerste schepen en tenslotte als burgemeester. Uh, ik heb mijn gemeente kerngezond achtergelaten, uh, dus dat is een belangrijk interesse. En een tweede interesse die daar helemaal niks mee te maken heeft, dat is ruimtelijke ordening en ecologie. Uh, want vanuit mijn ervaring als burgemeester weet ik hoe moeilijk en ook hoe belangrijk het is om landelijke gemeenten landelijk te worden. Zoals onze gemeente die vlak bij Leuven ligt en om zich geen voorstad te laten worden en daarvoor dient ook het project van de oprichting van een nationaal park omdat dat voor die landelijke gemeente de oplossing zou zijn om landelijk te kunnen blijven en bovendien biedt het natuurlijk, zoals ik daar net al zei, een enorme ecologische meerwaarde en ook een heel belangrijke groene toeristisch-recreatieve meerwaarde. Dat zijn mijn interessepunten. Wat kan er anders en beter in de politiek? Er zijn twee dingen die ik ga vermelden. Dat is enerzijds dat bekendheid vaak de overhand haalt op deskundigheid. Dat is ook eigen aan de democratie voor een stuk. Maar dat is soms echt een probleem, denk ik. mijns inziens. Tweede, een tweede zaak die een belangrijk probleem is, dat zijn vaak onwerkbare structuren, ja, België bijvoorbeeld, maar ook soms hiaten in de wet. Bijvoorbeeld in gemeentes of is het niet voorzien dat de grootste partijen, van rechtswegen. In de meerderheid komt en dat de persoon met de meeste stemmen van de grootste partij van rechtswege burgemeester wordt. Waardoor dat je eigenlijk um, genoodzaakt bent om um, coalitieakkoorden te maken die een zeer kwalijke reputatie hebben, maar je kunt bijna niet anders. Uh, omdat wet eigenlijk geen regeling voorziet, die coalitieakkoorden zijn dan niet afdwingbaar. En dan maak je mee, wat ik bijvoorbeeld meegemaakt heb, dat je uh, de verkiezingen met voorsprong wint, um, dat je een, een, een beleid hebt dat heel hard beloond wordt door de kiezer, maar dat je toch um, niet kunt deelnemen aan het bestuur, omdat anderen een ambt, namelijk het burgemeestersambt, kunnen bekomen dat hun eigenlijk niet toekomt. Um, en dat zou absoluut iets aan moeten gebeuren. Je ziet op verschillende plaatsen in Vlaanderen waar dat gebeurd is. Um, wij hadden een coalitieakkoord met CDMV, zelfs door de minister van Justitie van niet eens ondertekend en het is toch verbroken. Uh, dus dat zegt toch wel iets. Uh, ik heb daarmee de eerste prijs in Vlaanderen gewonnen, denk ik op dat vlak. Maar uh, daar moet absoluut iets aan gebeuren. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een uh, heel klein voorwerpje meegenomen. Dat is een, uh, een geel uh, klavertje. Uh, een klavertje, waarom een klavertje? Omdat dat symbool is van geluk. En geel, omwille van het feit dat dat de kleur van mijn partij is. Er staat ook de naam van mijn partij in, N-VA uit Heverlee. En uh, het was eigenlijk mijn bedoeling om eigenlijk heel onze visie op onze gemeente uit Heverlee in één symbool samen te vatten. En dan heb ik dat laten ontwerpen tot dit uh, voorwerp. In het klavertje zitten nog drie andere symbolen. Dat is een uh, groen eikenblad en dat is dat symbool voor uh, het behoud van het groene en landelijke karakter van onze gemeente. We zijn de groenste gemeente van Vlaanderen. En Verkeersbord, dat symbool staat voor de grote investeringen in veilige wegen die we hebben gedaan en hadden willen verder doen. En dan een hartje dat symbool staat voor alles wat de mensen na aan het hart ligt, zoals onderwijs en veiligheid. En dit symboliseert dus heel onze visie. En zou bij uitbreiding zelfs ook in belangrijke mate kunnen dienen, denk ik, voor Vlaanderen.